En toen werden ze nog bozer. En een belangrijk punt, maar toch terug weer naar die energie. Hoe kan een, want jullie zitten volgens mij alle drie constructief in de wedstrijd. Ja. Hoe kan een oppositie zeggen, nou, wij gaan nou ervoor zorgen dat, ik zei wij, maar ik bedoel vooral eigenlijk mensen met een kleinere portemonnee, daarvoor gecompenseerd worden bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, wij hebben een plan wat we ook uit andere landen hebben gehaald. Dat is een meevallersheffing voor grote energiebedrijven. Een meevallersheffing. En die maken nu enorme winsten door de hoge energieprijzen. Daarvan zeggen wij, in deze tijd van crisis moet er een eenmalige heffing opkomen. En die, met die heffing kunnen we gerichte inflatietoeslagen geven aan de mensen die het op dit moment hard nodig hebben. Want dat zijn niet meer alleen de laagste inkomens, dat zijn inmiddels ook de middeninkomens die daar last van hebben. Dus dan zeggen we tegen Essent, Vattenfall, et cetera, we gaan een eenmalige grote belasting op jullie... Precies, op de winsten, om te zorgen dat we mensen gerichter kunnen compenseren. Is dat dan een idee waarvan jullie dan ook automatisch zeggen, Caroline van der Plas? Ik vind dat een goed plan. Maar kijk, je moet natuurlijk wel de coalitiepartijen ook meekrijgen. En dat is wat Joost ook zegt, daar loop je gewoon heel vaak tegenaan. En dan wordt er gezegd van ja, de oppositie bereikt niks. Maar de oppositie is ook een beetje afhankelijk van de goede wil van de coalitie. En wat je heel vaak ziet is dat je met voorstellen komt. Die worden dan getorpedeerd. En dan een paar maanden later komt de coalitie zelf met iets soortgelijks. En dan zegt ze ja, dat is ons idee. Maar steunt u dat dan? Maar steunt u dat dan? Als zeg oké, jammer dan, weet je wel, mijn naam staat er niet op. Maar constructief zou zijn naar vooruit. Jouw idee, maar ik steun het. Tuurlijk. Dan wel. Tuurlijk. Ja, dat weet je, mij maakt het niet uit wie de indiener is, als het maar gebeurt. Dus, ja. Maar is het klinkt ook een beetje, als ik zo vrij mag zijn, als een jijbak. Hè? Dat jullie zeggen, ja, maar ja, het kabinet wil niet met ons zaken doen. Ja, de coalitiepartijen willen... Ze zijn toch koffie komen drinken voor de voorjaarsnota? Ze zijn toch langs geweest? Was dat dan echt niet constructief? Maar ik denk dat daarin ook voor ons ook weer de verantwoordelijkheid zit van... Hè, wij hebben dit idee, nou Caroline vindt dat ook een goed idee. Ik weet zeker dat andere partijen dat ook een goed idee vinden. Je ziet in andere landen dat het al gebeurt. In Italië, in Spanje, in het Verenigd Koninkrijk. Dus als wij zorgen dat we met enkele van dat soort goede ideeën... die vanuit Caroline kunnen komen, of vanuit Joost, of vanuit ons... Ja. Dan kunnen we wel ook die druk op het kabinet vergroten. En ik merk ook af en toe dat de coalitie samen krimpt, zeg maar. En dat het lastig is om daartussen te komen. Tegelijkertijd zit daar ook weer een verantwoordelijkheid voor ons om gezamenlijk op te trekken, om dus dat open te breken. Maar neem nou die voorjaarsnota. Toen kwamen ze langs met heel veel camera's erbij. En mevrouw Kaag had aan de voorkant gezegd in februari al, we gaan het over de koopkracht hebben. Dus wij hadden een aantal plannen uitgewerkt bij ons voor die koopkrachtverbetering. En een aantal dingen, ook het Groninger gas enzovoort benutten enzovoort. We hadden een mooi plaatje gemaakt. Vervolgens gaat Rutte daar eigenlijk bijna schaterlachend zeggen, ja, maar we gaan het nu helemaal niet over koopkracht hebben. Dat kan ook wel in oktober. Dat wordt vooruitgeduwd. Er is veel te veel circus hiervan gemaakt. Ik zei, nou, ik heb die cameraploeg ook niet meegenomen. Dus ik weet niet wat je bedoelt. Hadden zij die meegenomen? Nu hadden ze, die blijkbaar waren die toch ergens besteld. Maar er wordt dus eigenlijk een toneelstukje gedaan. We gaan langs alle partijen en echt de reeks van 20 is langsgelopen. Maar wij hebben serieuze zetels in de Eerste Kamer. Dus met ons valt te praten. Maar er is niet naar jullie geluisterd. Nou, dat bedoel ik. Wij zijn echt niet een partij die zegt, het moet morticus zo. En we willen er ook niks voor teruggeven. Wij hadden best wel wat dingen terug willen geven. Ja, maar ik hoor toch nog, van meneer Dasser wel enige zelfreflectie. Maar van u, nou, ik heb het debataanvraag van de Plas gesteund over het vertrouwen. Omdat we ook naar onszelf moeten kijken. Ik zeg heel vaak in mijn eigen fractie ook, we moeten kijken, moet je die vragen stellen of doen we het om het vragen stellen? Is dit nodig? Zitten we op de lange termijn? Kijk naar onze focus, want resultaten halen kun je ook vanuit de oppositie. Dat kan. Maar daar moet je zelf ook over nadenken. En tegelijkertijd moet de hand worden uitgestoken.